Mijn terugtrekkende haarlijn, mijn dunne armen, kaaklijn en slungelige lijf. En is mijn pik wel groot genoeg? Uit ons onderzoek dat we samen met drie vragen hebben gedaan, blijkt dat ruim 4 van de 10 mannen in Nederland onzeker is over zijn uiterlijk. Dat is dus bijna de helft, maar daar hoor je nooit wat over. Tot nu. Ik heb voor een man een vrij grote kont, vind ik persoonlijk. Mijn oren die zijn een beetje zo naar boven gekanteld. Ik mijn lippen ook best wel zo laten volspuiten. Ik ga op zoek naar de nieuwe schoonheidsidealen van de man en onderzoek of het me gelukkig maakt als ik me daaraan toegeef. Dit is Mooi Man. Sinds 1997 is het aantal cosmetische ingrepen onder mannen gestegen met 325%. Zelf overwoog ik als 15-jarige jongen ook een neusverkleining en nog steeds ben ik onzeker over mijn uiterlijk. In de eerste aflevering van Mooi Man duik ik in de wereld van de plastische en cosmetische chirurgie voor mannen. Zelf sta ik wel open voor een ingreep, maar word ik daar wel gelukkiger van? Voordat ik aan de slag ga met die Stijn 2.0 heb ik afgesproken met Saskia Gerards. Zij is psycholoog en gespecialiseerd in zelfbeeld. Ik hoop dat zij me kan uitleggen waar toch die drang vandaan komt om te streven naar dat perfecte lijf. Saskia, ik ben niet tevreden met mijn lijf. Ik vind mijn neus te groot. Ik wil een bredere kaaklijn. Ik ben best wel onzeker. Best wel heel erg. Maar wat is onzekerheid? Onzekerheid is een intense angst om te worden afgewezen door de groep die voor jou belangrijk is. Hoe meer jij hetzelfde bent als die groep waarin je zit, hoe lager die onzekerheid is. Je brein wil jou dus bij die groep laten horen. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer mannen cosmetische ingrepen ondergaan. Hoe verklaar je dat? We zien onszelf nu veel meer dan dat we onszelf vroeger zagen. Dus daardoor worden we kritischer. De tweede reden is dat we filters gebruiken op de social media. Vroeger kwam iemand die zei, ik wil op iemand anders lijken. Nu zeggen ze, ik wil op deze filter van mezelf lijken. Dus je wordt er steeds ontevredener mee omdat je jezelf fopt. De derde reden is dat het gebruikelijker wordt. Dus willen mannen ook als lustobjecten gezien worden, want ze worden ineens ook een prooi, zeg maar. Waar ze eerst jager waren, hoefden ze niet zo aantrekkelijk te zijn. En nu is dat natuurlijk ineens wel zo. Dus er zijn meerdere golven die daar toegeleid hebben. Ondanks dat ik dit nu weet, ben ik nog steeds nieuwsgierig naar wat er allemaal mogelijk is op gebied van cosmetische en plastische chirurgie. Dus ik heb even rondgebeld naar een aantal plastische chirurgen in Nederland, maar niemand staat te popelen om mij te woord te staan. Toevallig is er een chirurg uit Turkije van de kliniek Be Proud Hilversum in Nederland. Hij staat er wel voor open om me af te tekenen om te kijken hoe ik mezelf zou kunnen optimaliseren. The procedures you do on men, has it changed from over the past few years? Actually, it doesn't change, but the numbers change. Very dramatically. At the beginning, 5% or 3% of my cases were men, but right now, no, it's too much. When you do a procedure to a man and he sees that the result is very natural, and okay, I look myself in the mirror and I'm still a very good looking man. That makes the idea of men about plastic surgery changed. So now they are asking for it. Most of the patients asking for the beach body, that's it. To be quite honest, I'm not too happy about myself and my body, but I'm very curious about what we could do to better myself. Is that possible? Yeah, sure, definitely. Yeah? I saw your photos before I come here. Mm-hmm. Yes, you have some fat, you're a thin guy, but still we have some stuff to sculpt. What we can do is to make your muscles more visible than it is now. For example, you have a fat here, you have fat here. Man boobs. Yes. All we have to do is shape it a little bit. Dit is echt. Het voelt een beetje alsof ik bij een slager ben. Het is een heel aardige man, maar jongens, wat ben ik nou weer aan het doen? Ik vind het zo ongemakkelijk. So you have a little bit fat collection here. Sorry, I need to take it a little bit down. This area should be a little bit emptied. Ook omdat hij kijkt naar mijn lijf. En zegt gewoon doodleuk, oh hier zit te veel vet, hier zit te veel dit, dit kan weg. Maar het voelt ook raar omdat het een soort van, het is ook letterlijk, hij bepaalt nu wat er niet goed aan is en wat anders kan en wat mooier kan. En een soort van, ik wist dat ook van mezelf, maar om dat soort bevestigd te krijgen is niet super chill. Oh, hij tekent nu een sixpack, kijk die willen we. And I'm also curious about one more thing, yeah. About how my body looks.
Yeah. And that's my penis. Yeah. Can I show it to you too? Sure. Yeah? Sure. Please, can I see it? Okay. Now I understand. With maybe 3 or 4 centimeters scars just above the shaft of the penis, we make the penis longer than it is, 3 or 4 centimeters. If you want to have, we can do it. Oh mijn god, ja. Ik vind het dus best wel een soort van gek om te horen, want ik was niet eens per se heel onzeker over mijn lul. Omdat ik dacht, ja, ik heb het een keer op mijn 18e opgemeten met een geodriehoek en ik dacht, top, ik zit boven het gemiddelde. Maar nu zegt hij, ja, er kan wel 3 centimeter bij. Ja, het kan altijd beter. Dat is een soort van het hele probleem. Want nu denk ik wel, ja, misschien dat ik dat ooit wil. Misschien dat ik dat... Nou, trouwens, nee. Nee, dat lijkt me zo pijnlijk. Nee. Nee, er komt geen penisverlenging. Ik weet nu overduidelijk wat voor ingrepen ik zou kunnen doen om een perfectie na te streven. Er ging een hele wereld voor me open die misschien beter gesloten had moeten blijven. Want nu ik weet wat beter kan, wil ik nog meer veranderen. Maar hoe zit dat eigenlijk met de rest van de mannen? Ik vind het heel eng dat mijn haarlijn naar achter gaat. Mijn oren die zijn een beetje zo naar boven gekanteld. Ik heb voor een man een vrij grote kont, vind ik persoonlijk. Ja, gewoon een dikke akka dat ik hier heb. En mijn lip die vond ik niet mooi, omdat die meerdere kleuren heeft. Bij datingsapps zet ik 3 centimeter erbij naar boven. Omdat ik vind dat 1,80 klinkt gewoon wel net wat langer dan 1,77 meter. Toch wel mijn mannenborsten. Als ik nu zo naar mijn oren kijk en ik zie dat eentje anders is dan die andere. Ja, ik til hem wel even op. Je ziet ook de stretchmark zitten en ja. Ik ben er hard mee bezig om mijn buik te verminderen door gewoon hard te werken en dergelijke. Maar het blijft gewoon wel meer dan dat ik wil zien, zeg maar. We hebben 1600 mannen ondervraagd. En uit hun top 3 onzekerheden blijkt dat ze het meest onzeker zijn over hun lichaamsbouw. Dus ze zijn te dik of ze vinden dat ze meer spieren moeten hebben. Dat ze kaal worden, dus hun haargrens, en hun penis. Hoe verklaar je die top 3? Die top 3 heeft te maken met vruchtbaarheid. Dus al die 3 tekenen, dus de lichaamsbouw, hoe gespierder je bent, je haren en de grootte van je penis, hebben te maken met testosteron. En dat zegt dus iets over je mannelijkheid. En dat is wat we willen in deze maatschappij. Mannen moeten mannelijk zijn en moeten vruchtbaarheid uitstralen. En dus zien we die beelden ook vaak. We worden vaak met die beelden geconfronteerd en dan denk je, hé, ik heb dit niet en wil ik niet buiten die groep vallen, wil ik daar dus meer op lijken. Ik, en jij thuis misschien ook, zijn dus niet de enigen die onzeker zijn over ons uiterlijk. Bijna de helft van de mannen hebben deze gevoelens. Maar dan is het nog wel een stap om er iets aan te laten doen met een cosmetische of plastische ingreep. Je snijdt of prikt tenslotte wel in een gezond lichaam. Dit is Gürzay. Hij heeft al verschillende ingrepen laten doen en ik vraag me af of hij daar echt gelukkiger van is geworden. Is hij nu helemaal tevreden met zichzelf? Gürzay, allereerst, wat heb je allemaal aan jezelf laten doen? Ik ben begonnen met botox en toen fillers. Fillers in mijn kaaklijn, mijn lippen, mijn jukbeenderen. Ja, mijn kaaklijn. Daar begon het mee en toen ging ik naar Turkije voor een liposuctie, 360 graden. En een penisverdikking en verlenging. Sorry, maar dat is toch echt pijnlijk, gewoon? Nee, je voelt er niks van. De operatie gaat echt heel snel voor je mind. Het is echt 2 seconden, dan ben je weer bij. Daarna is het pijnlijk, een beetje. Maar eigenlijk valt het heel erg mee. Werkt het verslavend? Het is heel verslavend, ja. Je begint eenmaal met een prikje hier, prikje daar. En dan wil je toch eigenlijk meer, omdat je gewoon je wil jezelf ontwikkelen en zelf kijken waar je je fijner bij voelt. Waarom ben je begonnen met al die ingrepen? Nou, je ziet op Instagram zie je perfecte lichamen, mooie mannen, mooi gespierd, tatoeages, brede kaaklijnen. Ja, en ik dacht, laat ik wat doen wat me zekerder maakt. Nou, wat ze dus gedaan hebben, is ze hebben hier vet weggezogen. En wat is daar dus gebeurd dan? Ze hebben eigenlijk de V-lijn wat meer geaccentueerd, dus van hier en naar hieronder. Zodat dit wat mooier zichtbaarder wordt. Want dit hing zeg maar bij mij gewoon zo helemaal tot hier. Maar ben je dan dus nu ook echt gelukkiger? Ik ben veel gelukkiger, ja. Ja? Ja. Wat heeft dit allemaal gekost? Dus als je alles bij elkaar oprekent, denk ik wel dat je op bijna 20.000 euro zit. Schat, maar daar kun je een auto van halen. Ja, dat kan. Dat 20.000 euro? Ja, ik voel me gelukkiger. Ik voel me fijner, ik voel me comfortabeler. Dan maakt geld niks uit. Ik denk niet dat ik iets heb waar ik me zo erg aan stoor. Dat ik vind dat dat opgelost moet worden, snap je? En ik denk als ik nu zou denken van, oh, mijn voorhoofd vind ik een beetje te groot.
Dus misschien moet ik een haartransplantatie doen, zodat je haarlijn meer naar voren zit. Ik denk dat je dan een soort van de doos van Pandora opent. Want dan ga je in één keer, dan denk je van, oh ja, en mijn oren, ja, die waren toch ook niet helemaal goed. En oh ja, misschien wil ik dan ook nog wel iets laten doen aan mijn kaak. Ik heb dan overwogen om dingen te doen, een maagverkleining. En die heb ik ook gedaan. Ik moet eerlijk zijn, ik heb niet aan iedereen verteld dat ik een maagverkleining had, puur uit schrik voor de reacties. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat ik wel steviger in mijn schoenen sta. Het mag zijn, ook best wel wat vet willen weghalen bij mijn kin of zo. Dat het hier allemaal wat strakker lijkt. Of misschien op de lange termijn facelift. Dat ik mijn lippen ook best wel zou willen laten volspuiten. Ja, haartransplantatie zou ik ook wel overwegen. Ik zie vrienden om me heen ingrepen hebben. En er ook heel gelukkig mee zijn. En dat ze denken, mijn lichaam is iets dat ik altijd kan veranderen als ik het wil. Gaan we op? Ik denk dat ik, als ik kaal zou worden, dat ik dat wel zou overwegen. Even een retourtje, hoe heet het? Istanbul. Ik zou geen cosmetische of plastische chirurgie ondernemen. Ik vind het gewoon belangrijk dat je jezelf moet durven te zijn. Oké, niet iedereen staat dus open voor een ingreep. Dat verschilt per persoon. Ikzelf sta er al jaren voor open. Zo wilde ik als tiener een neusverkleining. Heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar nog steeds ben ik ontevreden over mijn kaaklijn en haargrens. Maar fillers in je gezicht? Om erachter te komen hoe dat gaat, heb ik weer een date met Gürsay. Gürsay, je hebt al het een en ander laten doen. Wat voor cijfer zou je gezicht geven? Ik zou mezelf een 7 geven. Ja, ik vind een 7 wel laag. Wat zou je me geven dan? Nou, sowieso hoger dan een 7. Een 8, een 9. Oh. Ja, je bent hartstikke knap, maar dat je jezelf een 7 geeft, dat vind ik wel schokkend. Schokkend, oké. Ja, nee, dat vind ik eigenlijk niet. En wanneer wordt het een 10? Ik denk dat het een 10 wordt als ik mijzelf gewoon op de juiste manier kan presenteren. En dat is wanneer? Als ik me happy voel. En dat heeft ook te maken met behandelingen die je dan nog moet laten doen? Of? Ja, onder andere. Ja. Perfectie bestaat niet, maar het optimaliseren zeker wel. En wat ga je vandaag laten doen? Ja, eigenlijk is het vooral mijn moeheid. Ja, dat komt natuurlijk wel een beetje door harde werken en niet zulke goede zelfverzorging. Ja, en dan is het wel belangrijk dat je af en toe toch iets laat doen. Dus in plaats van dat je gezond eet en iets meer slaapt en iets minder werkt, zeg jij, weet je, boeien, lekker fillen. Ja. Hi, goedemiddag. Hoi. Hallo. Neem plaats. Dankjewel. Waarmee kan ik je helpen vandaag? Dankjewel. Nou, ik heb het gevoel dat ik er moe uitzie en dat stoort mij een beetje. En ik ben benieuwd wat jij voor mij kan betekenen. We zouden een heel klein beetje je jukbeen erop kunnen vullen. Dat maakt het vaak net ietsje frisser in het gezicht. Als we ouder worden, verliezen we wat volume. En als we dat weer opvullen, geeft het weer een jeugdige, frisse uitstraling. En dat kunnen we doen met filler, met hyaluronzuurfiller. Je lichaam breekt dat zelf af, dus een tijdelijke filler. Hij heeft zo'n 6 à 9 maanden zitten. Het zal ietsje gaan zwellen. Eén enkele keer een klein blauw plekje. Heel zeldzaam infectie, allergische reactie. Dat zien we eigenlijk nooit. Nee. Wil je niet allergisch tegen lidocaïne? Nee. Mooi, nou, dan kunnen we beginnen. Super, dankjewel. In 2019 werden er 490.000 cosmetische ingrepen, zoals botox en fillers, verricht. Bij 1 op de 8 van die ingrepen gaat het om een man. En die cijfers, die blijven stijgen. Ja, ik ben echt geen fan van naalden, dus zeg maar op afstand vind ik dit al een ding. Oh man. Het ziet er niet pijnlijk uit. Als in, het is best wel een soort van snel, je jenkt gewoon die naald erin en je kan het fillen. Maar ik weet niet of ik een naald in mijn lijf zie geprikt worden, gewoon. Is het pijnlijk? Gürsay? Nee, ik voel er echt werkelijk helemaal niks van. Hij voelt er niks van. Nou, goed gedaan. Laat maar zien. Hier is de spiegel. Ja, je ziet wel verandering al. Het is wat voller, meteen. Nou, de fillers zitten erin. Hoe lang moet het genezen? Genezing gemiddeld 2 weken. Okay. Tot het eindresultaat, ja. En je gaf jezelf een 7 voordat je de behandeling deed. Ja. Wat voor cijfer geef je je gezicht nu? Nou, ik zal niet overdrijven, maar een 9. Oh, dus wel echt frisser. 2 punten erbij op. Ja. Oh, dat vind ik al veel. Zeg maar heel kort, heel veel. Dus dat je met 1 kleine ingreep, dat je jezelf al veel knapper vindt. Ja, ik denk dat het gewoon het moment is als je iets laat doen wat ik dus wilde doen. Hè, die moeheid verbeteren en je ziet het effect gewoon gelijk. Dat het gewoon een veel fijner gevoel geeft. En wanneer wordt het een 10? Nooit. Niemand is perfect. Oké.
Laat ik heel duidelijk zijn. Ik ben helemaal voor, doe lekker wat je zelf wil, alles wat je gelukkig maakt, lekker doen. Ik vond het alleen wel heel opvallend hoe snel en makkelijk het gaat. Terwijl het heeft risico's, het is een ingreep. Maar je gaat er naartoe, je krijgt de prik en je hebt filler. That's it. Het is zo makkelijk. Ik ben echt in shock. Maar ja, Gurza is gelukkiger, dus whatever floats your boat. Ik ben wel benieuwd dat als ik eenmaal begin en inderdaad die filler neem en inderdaad vet laat wegzuigen, kan ik daar ook in doorslaan? Dat je lichaamsbeeld kan verbeteren. Ja. Als je ja, natuurlijk kan je daarin doorslaan. En dat is om twee redenen. Eén, als je je gaat wennen aan hetgene wat je hebt laten doen. Dus dan kan je je afvragen, heb ik het wel genoeg laten doen? En het tweede is dat je aandacht verplaatst zich van dat stuk wat je lelijk vond. Daar kijk je niet meer naar, denk je check. En dan verplaatst het zich naar een ander stuk wat je niet mooi vindt. En dan ga je daar weer een ingreep in laten doen. En dan heb je zo'n glijdende schaal. Volgens psycholoog Saskia kun je daadwerkelijk zelfverzekerder worden als je een lichaamsdeel laat veranderen waar je onzeker over bent. Ik ben nog steeds niet blij met mijn kaaklijn, maar ik ben er ook achter gekomen dat ik niet zo makkelijk over cosmetische ingrepen moet denken. Waar ik ga eindigen met Stijn 2.0? Ik heb nog werkelijk geen idee. Maar goed, de gebotoxe kop is eraf. Je lichaam kweken en kopen. Volgende week duik ik in de wereld van spieren en anabolen. Oh mijn god, of je paracetamol hebt besteld. Waarom ben je begonnen met bodybuilder? Dat heeft denk ik wel deels te maken gehad met een stuk onzekerheid. Gaat het mij ook lukken om zo opgepompt te worden? Kom op, Jan, get up. Ik wil een gespierder lijf krijgen, gaat niet over rozen. Fucking hell. Jammer, hè? Ja, heel jammer.